Hoi iedereen, welkom terug op mijn kanaal voor de nieuwe zonder rond. Ik ben Jenifa, verloskundige en moeder en op mijn kanaal vind je handige tips en informatieve video's alles over zwangerschap, bevalling, ouderschap en baby's. Vandaag wil ik het met jullie hebben over hoe voorkom ik het uitscheuren tijdens de bevalling? En ik wil er heel eventjes een disclaimer bij zetten. Laten we hierover praten zonder schaamte, zonder taboes. Maak het bespreekbaar voor de mensen om je heen, maar voornamelijk ook met je zorgverleners, want het gebeurt nou eenmaal helaas vaker dan je denkt en het is niet iets waarover je moet schamen. Zorg er dus dan ook voor dat als je het erover hebt met iemand anders, dat je begrip toont voor het feit dat die een ruptuur of een knip heeft gehad, maar geef vooral een ander en jezelf niet het gevoel dat je hebt gefaald op dit punt. Allereerst wil ik je even voorstellen aan mijn assistente, mevrouw Joni. <laughs> Mocht je nou denken: ja wordt geblokkeerd of ik kan deze video niet meer terugvinden, dat zal waarschijnlijk door Joni komen. Maar ik wilde heel duidelijk laten zien hoe zit nou een vulva, een vagina in elkaar en hoe zit het met rupturen en waar scheur je dan eigenlijk? En dat kan je het beste met mijn assistente Joni doen. Allereerst, wat gebeurt er nou eigenlijk als er een ruptuur ontstaat? Waar ik de meeste vragen over krijg, is dat de ouders bang zijn dat je het gaat voelen. Eigenlijk merk je er vrijwel niks van op het moment dat er een scheurtje ontstaat. En dat komt doordat tijdens het persen het hoofdje enorm duwt op de onderkant en dat daarbij het weefsel heel erg wordt opgerekt. Doordat het wordt opgerekt, wordt het een beetje gevoelloos en op het moment dat er dus een scheurtje ontstaat, voel je dat dus vrij weinig. Ofwel helemaal niet. En we merken dat dus pas op nadat die kleine is geboren. En we gaan inspecteren bij je vulva en je vagina om te zien is daar een scheurtje ontstaan. Dus niet bang zijn. Als het gebeurt, je merkt hier zelf helemaal niks van. Als we het hebben over scheurtjes tijdens de bevalling, dan hebben we het vaak over scheuren in het perineum. Het perineum is het stukje huid tussen je vulva en tussen je anus in. Dat is dat kleine stukje huid daartussen. Bij sommigen is dat wat korter, bij anderen is dat wat langer. Dat is het stukje huid wat het meeste gevoelig is voor het scheuren tijdens de bevalling. Het kan zijn dus dat alleen de huid hierin scheurt, maar eventueel dus ook in je vagina ofwel aan de binnenkant van je schaamlippen. Dat zijn de plekken waar de scheuren kunnen ontstaan. Er zijn vier verschillende gradaties van scheuren. Eén tot en met vier. Ik zal ze eventjes kort met jullie doornemen. Als we het hebben over een eerste graadstructuur... dan hebben we het over het scheuren van de huid ofwel de schaamlippen. Meestal bloedt dat wel of het kan ook niet bloeden. Als het niet bloedt, dan wordt er eigenlijk niks mee gedaan. En als het wel bloedt, dan kunnen we een hechting zetten... om ervoor te zorgen dat het bloeden stopt en ook wel de genezing bevordert doordat het netjes tegen elkaar aan ligt. Bij een tweede graadstructuur is zowel de huid als wat bekkenbodemspieren gescheurd, ofwel een stukje van je vagina wand, dus aan de binnenkant van je vagina. Dit moet eigenlijk altijd wel gehecht worden, zodat de genezing ook wel weer goed bevorderd kan worden. Het klinkt heel erg heftig, maar van een eerste en van een tweede graadruptuur herstel je supersnel. Het hechtraad dat wordt gebruikt, lost ook vaak vanzelf op, dus je hoeft er ook verder niks mee te doen, behalve ervoor te zorgen dat je het ofwel goed koelt of warm houdt, om ervoor te zorgen dat het qua pijnlijkheid een beetje te doen is. Maar meestal met een week merk je dat die pijnklachten al wat afnemen. En met een aantal weken merk je dat de vagina eigenlijk zo goed als genezen is. Al merk je wel dat het nog steeds pijnlijk kan zijn met seks. Dus het heeft soms wel eens maanden nodig om volledig qua gevoel te herstellen. Ook al is de wond misschien genezen, je gevoel van je vagina en je spieren daarin heeft misschien wat langer de tijd nodig. Bij een derde graadsruptuur, dan spreken we erover dat er vanuit de vagina richting de anus vaak is gescheurd. En dat de kringspier van je anus een beetje is geraakt. Dus dat is gedeeltelijk doorgegaan. Dat betekent dus dat we de anus zelf moeten hechten, omdat die gedeeltelijk door is gescheurd. En de vaginawand en daarmee de bekkenbonenspieren. Omdat dit wat gecompliceerder is om te hechten, doen we dit op de operatiekamer. Ook wel OK genoemd. Je gaat dan naar de operatiekamer en daar kan ofwel door middel van een ruggenprik, ofwel door middel van narcose gehecht worden, zodat je je zo min mogelijk van voelt. Super belangrijk om dit goed te hechten, omdat het belangrijk is voor het herstel later op. Het kan namelijk zijn, doordat je een derde graads ruptuur, ook wel een subtotaal ruptuur hebt gehad, dat je misschien last krijgt van klachten zoals incontinentie, of last krijgt bij klachten zoals vrije of winderigheid. Heb je hier na een subtotale ruptuur last van, neem dan even contact op met je arts of met je verloskundige om aan te geven dat je je klachten bij hebt. Je kan hierbij geholpen worden. En bij de vierde graad ruptuur spreken we over een totaal ruptuur. Dus dat betekent dat je dus vanaf de vagina, de huid, het perineum, dus de bekkenbodemspieren en eigenlijk de volledige kringspier door is gescheurd. Dat komt zeer zelden voor, maar helaas komt het dus wel eens voor. Dus ook net als bij de subtotale ruptuur, dus de derde graad, wordt dit op de operatiekamer gehecht om ervoor te zorgen dat dit, één, goed wordt gehecht en twee, dat het met goede pijnstilling wordt gedaan. Dit kan dus ook weer met een ruggenprik of onder narcose. En al deze rupturen worden vrij vlot na de bevalling gehecht. Dat betekent dat je allereerst zeker wel huid-op-huid huid contact met je baby kan hebben, maar dat je mogelijk dus daarna. ...ofwel op de verloskamer zelf of thuis kan worden gehecht. Want dezelfde spullen die we thuis hebben voor een eerste en tweede graadsruptuur... ...kunnen thuis zelfs in het ziekenhuis worden gebruikt. Maar voor een derde en vierde graadsruptuur zullen we dus naar het ziekenhuis moeten gaan... ...omdat je de operatiekamer daarvoor moet gebruiken. Ook al snap ik dat je totaal, totaal geen zin hebt in het uitscheuren... ...ik wil vanuit mijn hart meegeven dat dit niet iets is waar je bang voor moet zijn. Je vagina, je perineum die zijn gemaakt om goed te genezen. En we merken dus ook dat bij een eerste en tweede graadsruptuur het vaak dus ook goed geneest, en dat er veel vrouwen ook geen last van hebben in het latere leven. En dat we het voornamelijk proberen te voorkomen dat je een derde of een vierde graadsruptuur krijgt. Want daar zien we dus voornamelijk klachten op de langere termijn op ontstaan. Dus als het gaat om het voorkomen van uitscheuren, wil ik je meegeven dat het voornamelijk gaat voor ons als zorgverlener om het voorkomen van een derde of een vierde graadstructuur en niet zozeer voor die eerste of die tweede graadstructuur. Dan wilde ik je nog even meenemen in de cijfers in Nederland, want hoe vaak komt dit nou voor? Ik weet dat je hierop zat te wachten, want dat is een van de vragen die ik het meest krijg. Wat is de kans dat ik uitscheur? Er zit een verschil of dat het je eerste kind is of een volgende kind bij je bevalling. Dus ik zal beide percentages even benoemen. Als het gaat om het krijgen van je eerste kindje bij een eerste ruptuur gaat het om 6,2% van de bevallingen. Als het gaat om een volgende kindje zal ongeveer 14,2% een eerste ruptuur hebben. Als het gaat om een tweede graadstructuur is het cijfer ongeveer gelijk, of dat je een eerste kindje krijgt of een volgende kindje krijgt. Dat ligt ongeveer op 24,3%. Als het gaat om een derde graadstructuur, wat we dus willen voorkomen, dan heeft van degene die een eerste kindje krijgt ongeveer 3% een derde graadstructuur. En als het gaat bij een volgende zwangerschap, dan heeft 1,2% een derde graadstructuur. Dus je ziet daarin een duidelijk verschil, net als bij die eerste graadstructuur. En als het gaat om een vierde graadsruptuur, dan zien we ook weer dat verschil ontstaan. Ongeveer 0,2% van degenen die een eerste kind krijgen, heeft een vierde graadsruptuur. En bij een volgende zwangerschap is dat nog maar 0,1%. Dus als het gaat om die derde en die vierde graadsrupturen, hebben we het over kleine getallen. Maar ik ga jullie daar vandaag de handvatten voor geven om daarmee aan de slag te gaan om dit percentage voor jou te verlagen. Nu nog eventjes over de knip. Maar assistenten Joni weer voor nodig, want hoe zit het nou met de knip ten opzichte van de ruptuur? Belangrijkste is dat je weet dat de ruptuur de weg van de minste weerstand zal nemen. Dus dat betekent dat het vaak door minder heftige spieren ofwel aders heen zal scheuren, omdat dat meer weerstand heeft. En met een knip ga je daar zelf doorheen. Je moet begrijpen dat een knip wordt geplaatst vanuit de vagina een beetje naar de linkerkant toe. Waarom? Zodat we weg blijven van de kringspier. Dat maakt dus ook dat je met de knip de huid en dus bekkenbodenspieren knipt, maar dus ook een stukje van de vagina. Dus het is veel meer te herstellen dan vaak een eerste of een tweede graads ruptuur alleen. En belangrijk is dat je ook weet dat er bij een knip ook een ruptuur kan ontstaan. Dus het is niet zo dat als er een knip wordt geplaatst er geen ruptuur ontstaat, en dat er vanuit de knip ook soms doorgescheurd kan worden naar een ruptuur toe. We proberen dus eigenlijk zoveel mogelijk een knip te voorkomen. Eén, omdat het herstel vervelender is. En twee, omdat het dus niet voorkomt dat er een scheur ontstaat. Dus we kiezen voor de weg van de minste weerstand. En dat is, mocht het gebeuren, dat we liever een ruptuur hebben dan dat we een knip zouden hebben. Hoe zit het dan met de percentages van een knip hier in Nederland? We zien dus bij een eerste lijn, dat is bij de verloskundige zonder medische indicatie... dat bij ongeveer 2,3% van degenen die bevallen een knip wordt gezet... En als het gaat bij een tweede lijns bevalling, dus als je een medische indicatie en de bevalling wordt door het tweede lijn gedaan, dus de gynaecoloog of een artsassistent of een klinisch verloskundige, dat bij 15,4% een knip wordt geplaatst. Goed, we willen dus voorkomen dat we een derde of een vierde graadstructuur krijgen, ofwel voorkomen dat er een knip wordt geplaatst. Allereerst is educatie het meest belangrijke. Het leren over het beschermen van je perineum en je vagina is het meest effectief gebleken. Het is dus ook super fijn dat je dit filmpje bent gaan kijken, want dit geeft je dus de handvatten om ermee aan de slag te gaan. Zorg ervoor dat je dus ook eens een keer kijkt, hoe ziet het er bij mij beneden uit? Pak een spiegel erbij, eventueel je partner erbij vragen om je te helpen om te laten zien, hoe ziet het er bij mij beneden uit? Waar zou eventueel een ruptuur kunnen ontstaan en hoe kan je straks zo'n ruptuur bijvoorbeeld goed verzorgen? Daar komt volgende keer weer een video over. Tip nummer 1 gaat over pershouding. We weten dus dat als je een pershouding aanneemt waar de minste kans op rupturen ontstaat, dat je daarmee een derde of een vierde graads ruptuur kan voorkomen, maar dus ook die knippercentage kan verlagen. Twee van die houdingen zijn op all fours, dus dat betekent op handen en knieën persen of in je zijligging persen. We weten dat de kans verhoogt als je in de beensteunen gaat persen, dus als je benen in van die beensteunen zitten, of als je plat op je rug perst en daarbij je benen naar je toe trekt. Dan verhoog je de kans op een ernstigere ruptuur. Dus hou rekening allereerst met welke houding neem ik aan om te gaan persen. Hoe zit het dan met de baarkruk? Ik heb soms in de wandelgangen gehoord van artsen of van andere vloskundigen: ja, op de baarkruk persen is super prettig, maar het is zo jammer want we zien daar vaker tweede graads rupturen door. En in het onderzoek klopt dat ook. We zien wat meer tweede graads rupturen. Maar daarin is het belangrijk om goed naar het onderzoek te kijken. Want in datzelfde onderzoek zie je ook dat degene die een gaaf perineum hebben, dus helemaal geen rupturen, dat dat hetzelfde is met of zonder de baarkruk. Dus als jij wel of niet een baarkruk gebruikt, je hebt net zoveel kans om niet uit te scheuren. En wat we dus zagen was dat de kans zo'n 35% hoger lag bij degene op een baarkruk op een tweede graadsruptuur... Maar daarin zagen we ook weer een verschil in afname van de aantal knippen die werden gezet. Dus je zag minder knippen, meer tweede graads rupturen. En dat kan misschien het verschil zijn waarom die tweede graads rupturen hoger lagen. Dat is dus de percentage die dus mogelijk een knip had gehad, die heeft nu een ruptuur gehad. En dat is hetgene wat we juist willen, want je geneest beter van een ruptuur dan van een knip. Dus laat je hierin goed voorlichten in wat je zelf prettig of niet prettig zou vinden. En misschien dus ook wat je bij een vorige bevalling hebt meegemaakt... Laat je dus ook niet afschrikken om op een baarkruk te persen. Het tweede is je baby zuchtend geboren laten worden. Op het moment dat je moet gaan persen, kun je alles geven wat je hebt om natuurlijk die kleine naar beneden te krijgen. Maar op het moment dat die kleine bij het perineum zit, dus voornamelijk die druk op die perineum het hoogste is, is het belangrijk dat jij die kleine zo zuchtend mogelijk geboren laat worden. Vaak zal je verloskundige of je arts dan ook zeggen: stop met persen, start met puffen. Dat kan zijn dat je rustig door probeert te ademen, diep in en uit. Of dat je weer die actieve puffhouding aanneemt. Dat zijn twee manieren waarop je die kleine zuchtend geboren kan laten worden. Je lichaam duwt dan nog steeds mee, want persen kan je niet tegenhouden. Maar je bent niet meer actief bezig om die kleine door dat perineum heen te duwen. Het geeft het perineum de tijd om goed op te rekken en daar dus de minste kans op scheuren. Een van de manieren waar ik het vandaag ook over wilde hebben, is perineummassage. Er zijn namelijk een aantal onderzoeken gedaan, stammende vanuit 1999 tot 2019, waarin ze hebben gekeken naar perineummassage. Nou, wat is nou perineummassage? Uit de onderzoeken blijkt dat als je perineummassage zou toepassen vanaf 34 weken zwangerschap, het verschilt per onderzoek hoe vaak je dat moet doen. In de ene onderzoek hebben ze het elke week laten doen, bij de andere onderzoek hebben ze het om de dag, dus twee à drie keer per week. En in andere onderzoeken stond weer drie à vier keer per week. Gemiddeld zou je dus ongeveer drie keer per week uitkomen op het uitvoeren van perineumassage. Nou, als dat wordt gedaan, dan zien we dat er een verschil ontstaat bij degenen die een eerste kind krijgen. Als je diep naar de onderzoeken kijkt, zie je niet zozeer een verschil bij het krijgen van een volgende kindje, op het voorkomen van een derde of een vierde graad structuur, ofwel het voorkomen van een knip. Maar dus wel een aanzienlijk verschil bij degene die een eerste kindje krijgen. Die perineumassage kan dus een aantal minuten drie keer per week uitgevoerd worden. Wat ik nog even wil meegeven over de perineumassage is dat het dus bij een volgende kind niet zozeer voorkomt dat je uitscheurt. Maar dat deze vrouwen drie maanden na de bevalling wel minder pijnklachten aangeven dan de vrouwen die geen perineumassage hebben toegepast. Dus het is iets om mee te nemen. Zou je pijnklachten willen verminderen? na een volgende bevalling, dan is de perineumassage behulpzaam voor je. Maar gaat het om voorkomen van de uitscheuren, hou er dus rekening mee dat dit voornamelijk geldt voor degenen die een eerste keer gaan bevallen. Ik zal even laten zien hoe je die perineumassage toepast. Voor de perineumassage gebruik ik de... Massageolie van Lansino. Deze is speciaal gynaecologisch getest voor perineumassage. En het ideale van deze olie is dat het biologisch en vegan is. Maar het bevat dus ook verschillende olieën zoals jojobaolie, amandelolie, zonnebloemolie. Die een hydraterende en verzorgende werking voor je huid hebben. Dus ideaal om te gebruiken voor de perineumassage. Je hebt maar een paar druppels nodig op je handen. Zorg ervoor dat ze schoon zijn en gewassen en dat je nagels kort zijn. Twee, drie druppels per hand. En aan de andere kant. Als je vingers goed zijn ingesmeerd, je hebt niet superveel nodig en je hoeft ook niks in je vagina te doen qua olie. Vaak heb je genoeg afscheiding die die perineumassage makkelijk genoeg maakt. En het gebruik van de perineumassageolie maakt het dat het inbrengen van je vingers wat gemakkelijker maakt. Het gaat dus voornamelijk om het stukje tussen de vagina en de perineum aan de zijkanten toe, links en rechts. Op het moment dat je er makkelijker bij kan, gebruik je twee duimen. Die breng je inwendig in je vagina in. En het belangrijke is dat als je hem inbrengt, dat je naar beneden toe de druk brengt. Dus je probeert de druk hier van binnenuit op die perineum te brengen. Je houdt het ongeveer twee minuutjes vast naar beneden en je maakt een U-beweging naar de zijkanten toe. Dus je brengt die druk naar die zijkanten toe, twee minuutjes, en probeer dan met die klok van beneden naar boven toe te werken. En dat doe je ook aan de andere kant. Je kan dus twee duimen daarvoor gebruiken om die massage in te zetten. Druk naar beneden. Druk naar die zijkanten toe. Het mag ongemakkelijk voelen, maar zeker niet pijnlijk. En dan kan je voorstellen dat je er zelf niet bij kan met twee duimen. Eén duim is ook prima genoeg om die druk uit te oefenen. Het kan ook zijn dat je je partner vraagt om je bij te helpen. Die kan dus makkelijker twee duimen hierin gebruiken. Probeer per kant ongeveer zo'n twee minuutjes aan te houden. Dus twee minuutjes direct en beweging naar beneden. Twee minuutjes de andere kant. Twee minuutjes die kant. En je kan uitwendig nog masseren. Om die huid wat minder gevoelig te maken. Wil je weten waar je de Lansino Pyrenee Massageolie kan kopen? Ik zal eventjes een linkje in de bio zetten zodat je deze kan aanschaffen. Er zijn drie verschillende houdingen die je kan gebruiken om de Pyrenee Massage uit te voeren. Eén daarvan is liggend op bed, bijvoorbeeld. Dat is meestal de meest ontspannende houding. Daarin kan je goed proberen ook te blijven zuchten. En hou er rekening mee: het hoeft maar een paar minuutjes te duren, max tien. En zo'n drie tot vier keer per week. Je kan de houding aannemen zoals je dat doet op de toilet, dus zittend, ofwel op de rand van het bed of op de toilet zelf. Vaak kan je er dan wat makkelijker bij. Of je kan een staande houding aannemen. Dat kan in de douche, soms ook wel lekker omdat je dan warm water hebt, dat je helpt ontspannen. Of je kan het met een verhogingetje, zoals een krukje of op de rand van het bed, je been zetten zoals je dat zou doen wanneer je een tampon inbrengt. Dus dat zijn de drie houdingen die je het beste kan gebruiken voor je perineummassage. En het laatste wat ik nog wil meegeven is het gebruik van een epino. De epino daar ben ik mee in aanraking gekomen tijdens mijn opleidingstijd. De epino is bedoeld als een Pyreneeën massage trainer. Dus dan hoef je niet meer zelf de massage uit te voeren. Maar het is een soort van ballon die je in kan brengen die die druk en wel massage uitoefent voor je. Er zijn verschillende trials, onderzoeken gedaan om te kijken of de Epino daadwerkelijk effect heeft op het voorkomen van het uitscheuren. En er is dus nog geen onderzoek geweest die zeker heeft aangetoond dat de epino het voorkomen van scheuren kan aantonen. Ik hoop dat jullie dit weer een interessante video vonden. Laat even weten in de comments of dat jij een Pirineum massage hebt gedaan, of dat het bij jou wat heeft geholpen, of dat je denkt ik ga dit toepassen. En dan neem ik jullie de volgende keer weer een keertje mee in hoe verzorg ik nou een ruptuur. Ik zie jullie volgende week weer in een nieuwe video. Ciao!